Hi, ik ben Marise. En ik ben Mark Scherven. Wat doen we allemaal? We schilderen, we schrijven, we maken leuke prentenboeken en daar zijn we op dit moment mee bezig. Dus ik zou zeggen, welkom bij het werkoverleg. Ja, wij hebben met z'n tweeën een enorm bedrijf. Ik ben directeur, hij is directeur, ik ben de werknemer, hij is de werknemer. Ik ben de koffiejongen. Ja, dat ben ik niet, want ik lust geen koffie. En, maar ja, dus nu hebben we dan een werkoverleg. We hebben in de zomervakantie doorgetekend aan Giraffe. We hebben een storyboard gemaakt, we hebben de tekeningen groot gemaakt. En nu zijn we in de fase gekomen dat we de grotere tekeningen moeten gaan invullen. We hebben een heleboel van dit soort tekeningen gemaakt. Allemaal leuke tekeningetjes vinden wij. Ja. Maar daar heb je niks aan, want je hebt dat op een groter formaat nodig. Namelijk op het formaat van het boek. Want een boek wordt ongeveer 1:1 gemaakt. Hier zie je hem dus in het groot. Hij is nog niet af, er moeten nog wat dingen ingetekend worden. Hij is nu een beetje kaal. En we stoppen er ook altijd een heel klein extra verhaaltje in. In het boek Giraffe leert fietsen is het een salamandertje. Ja, en dan hebben we ook nog ergens een vogeltje volgens mij. Hier zit een salamander achter de boom, kun je hem zien? Ja. Hier zit het vogeltje. Ja. Dit kleine vogeltje met blauwe poten. En ja, al die dieren bestaan echt. Dus hadden we ook een nieuw dier nodig voor dit boek. En we hebben er eentje. Ja. We kwamen er eerst niet uit, want er waren veel verschillende Daar staat een kleine schildpad. Hopen we dat als we dit boek af hebben, dat jullie het allemaal wijs leuk vinden. En dat jullie het aan iedereen cadeau gaan geven. Dat hopen wij, ja. Aan de buurman en aan de koffiejuffrouw op de zaak. En, ja. En de politieagent op straat. Ja. Ja, had toch gekke dingen gaan verzinnen. De prinses. Ik kan ook nog wel wat gekke dingen verzinnen. De boef. Oké, nu gaat het niet goed meer. Ik vind het heel erg leuk dat de diertjes hier allemaal in zitten in de plaats. Dat is onwijs goed gelukt. Ik vind het rokje van zebra te lang. Ja. Want in de boeken heeft ze het op de dij hangen, dat rokje. Ja, ja. De zebra rokje korter. Ja. Ja? Ja. Zo. Okay, ja. En ik vind dat olifantse gezicht, dat die hier te jong is. Krook is te groot. Ja, ja, dus die moet eigenlijk ietsje kleiner. Ja. Kopiëren, dan doen we wel een kopieerapparaat dan. Ja, en, maar hetzelfde heb ik met zebra. Als je kijkt naar olifant, ik vind de verhouding giraf-olifant wel goed. Maar zebra, die is... Ja, is ook, dus zebra, die moet ook, doe ik ook een minnetje bij. Die moet ook iets verkleind worden. Ja, ja, mooi. En de tekeningen zijn nu af. En nu ben ik ze aan het inkten, dus voordat we gaan aquarelleren, dan inkten we ze met Oost-Indische inkt. Heb je het naar je zin? Ja, als je zit te inkten is het altijd net alsof je aan het mediteren bent of zo. Zo. Met zo'n lekkere warme lichtbak onder je. Wat een lief krapje wordt dat. Ja. Het is ook een lief meisje die het krapje tekent. Oh, die ken ik niet. Vertel me eens over haar. In onze boeken vinden we het ook altijd leuk om iets van onze kinderen te stoppen. En in een aantal boeken zitten tekeningen van onze kinderen. Zoals in Het Dikke Billenmonster. Daar zie je hier tekeningen van Milo en Jet en Maxje. En op de laatste pagina... Ook nog een hele mooie van Pi. Maar was natuurlijk heel klein toen ze dat maakte. In Giraffe schrijft, kan Giraffe natuurlijk niet schrijven. En dat wil hij niet vertellen. Dus gaat hij wat tekenen voor IJsbeer. Terwijl Olifant een brief schrijft. Ons groot tekentalent Lolo. En we hebben hem gevraagd om voor het boek alle dieren te tekenen. En we willen je hier laten zien hoe die krook tekent. Die een zwaardvis aan het eten is. Wauw. Miam. En waarvoor ben je dat aan het tekenen? Voor in het giraffenboek. Oh, weet je ook hoe het giraffenboek heet dan? Nee. Giraffe schrijft. Oh ja. Ja? En wat ben jij voor in het giraffenboek aan het tekenen dan? Een zwaardvis. Ja. Die hij op heeft. En wie is hij dan? Krook. Krook, je bent krook aan het tekenen.
giraf gaat schrijven en een kroon gaat vissen. Je hebt ook getekend voor het boek, hè? Niet. Je hebt toch een tekening gemaakt van kroken voor in het boek? Oh ja. Alleen komt hij in het huis of niet? Die komt in het echte boek. Komt die op het zand? Die komt daar op het papier. Oké, wij gaan weer verder met Giraf schrijft. We moeten nog verder inkten. Ja. We moeten nog alles aquarelleren. Oh, dat wordt leuk. Ja, gaan we jullie ook laten zien. Ja. En sowieso moet er nog wat aan de tekst veranderd worden. En blablabla. Zullen we even gaan afsluiten? Oh ja, wij gaan even afsluiten. Dan ga ik zwaaien. Nee. We laten Lolo zwaaien. Oh ja. Lolo heeft ook nog gezwaaid. Kijk even. Nou, zwaai maar naar de camera. Zeg maar dag allemaal. Dag allemaal. Zeg maar, hou me in de smiezen. Hou ons in de smiezen. Ik hou je in de gaten. Oké. Dag. Dag allemaal. Oké, dus ook Lolo gedag gezegd. En nu is het onze beurt. Zeg ik, dag, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Wel kijken, hè. Hou ons in de smiezen.